Yes, yes. Daar zijn we weer. Je favoriete duo is weer aanwezig. Mijn naam is Ben Kremers. Met mij is Marvin Leter. En Nicole, jij bent ook nog gezellig. Gezellig. Gezellig met een zachte G. Jazeker. Is een zachte G nou uit Limburgs of is dat nou echt de Brabants? Ja, beide eigenlijk. Maar officieel kom ik dus uit Limburg. Uit Limburg, ik ja. Kom net uit een stad... Onder Eindhoven. En ik ben in Eindhoven gaan wonen. Eindhoven de gekste. Ben je dan ook voor PSV of dat niet? Ik heb niks met voetbal, joh. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Jullie wel of niet? Ja, Marvin en ik zijn wat voetbal betreft een soort van aardsvijanden. Marvin is van Ajax en ik ben van Feyenoord. Oh. En ze nog steeds een beetje vreemde vrienden zijn eigenlijk. vind ik het wel vervelend in welke periode Ajax nu zit. Vind ik nog steeds, ondanks dat ik Feyenoord ben, vind ik het wel jammer dat ze zo matig presteren. Dat kan echt niks schelen meer, man. Ja, zie je. Hey, de vorige aflevering zijn we geëindigd. De toekomst voor het kleuteronderwijs. Hoe zie jij, Nicole, de toekomst van het kleuteronderwijs? Ja, de toekomst. Ik denk überhaupt de toekomst van het onderwijs. Daar hadden we dus de vorige keer over dat ik denk dat je... Dan heb je het over die 21st century skills. Ja. Dat jullie zeker ook wat, hè? Ja, zeker. Ja, ik denk dat we daar wel ook meer naartoe gaan. Dat daar hopelijk meer op onderwezen gaat worden ook. Of in ieder geval dat kinderen daar skills in meekrijgen. Dus toch weer die brede ontwikkeling waar dat ik het al over had. En voor specifiek voor kleuters, ja, daar kun je al heel veel mee. Want... als je het hebt over oplossingsgericht denken, ja, dat zit dus ook weer in het spel. Daar komt het eigenlijk weer op neer. En het samenwerken over het stukje digitaal of media, zeg maar, waar dat ze mee moeten leren omgaan. Mm-hmm. Daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn, denk ik, binnen het kleuteronderwijs. Want wat ik zie is wel een tendens dat kleuters... vooral heel goed kunnen swipen. Ja. En dat dus heel veel digiborden en tablets worden ingezet, maar dat is niet de manier waarop dat jonge kind leert. En dat is een gevaarlijke, denk ik. Hoe bedoel je dat het niet zo leert, zeg maar? Nou, omdat kleuters die moeten eerst dingen ervaren met heel hun lijf, voordat iets eigen gemaakt kan worden. Dus vandaar ook dat ik zou niet te snel op het platte vlak willen gaan werken met kleuters. Je moet eerst weten hoe werkt je lijf, hoe sta jij ten opzichte van andere dingen. Dat leer je in een bouwhoek. Als je iets gaat bouwen, leer je daar heel veel over. Maar dat leer je niet zo snel als je sommetjes op papier moet gaan maken als kleuter. Want dan... snap je nog niet wat het inhoudt, zeg maar. Je hebt daar geen gevoel bij. En dat is dus ook met digitale middelen. Dat is ook allemaal op het platte vlak, zeg maar. Ik vind het wel mooi dat je dit zegt, want dat doet me meteen denken aan een paar afleveringen geleden van Bas Kramer, onze Special Forces guy. En die zei ook, die had dan ook het onderwijs, hoe hij dat graag zou zien. En die begon eigenlijk een beetje met hetzelfde, dat je, wie ben ik? Ja. Weet je, ik ben mens, ja, welkom op aarde, dat waren zijn woorden toen. Ik heb hersenen, ik kan me ontwikkelen. Hoe ga ik dat nu, zeg maar, doen? Hoe ga ik, wie ben ik? Waar sta ik voor? Hoe ga ik daarmee aan de slag? Ja. Dus dan moet ik eigenlijk meteen aan denken toen jij dat... dat is door ervaringen op te doen in de wereld. Hoe sta ik ten opzichte van de wereld, inderdaad. Ja. En daar zitten die 21st century skills, denk ik, heel erg. Ja, klopt. De toentijd op mijn hbo-studie ook nog gehad. Jij ook, Marv, of niet? Nee. Maar je hebt je diploma natuurlijk al heel lang al. Ja. Oude dinosaurus, hè? Single fonds. Ja, want jij geeft ook cursussen. Ja, trainingen. Trainingen, cursussen. Hoe ziet dat eruit? En waar geef je dan allemaal? Op een basisschool natuurlijk, maar... Dat is heel divers eigenlijk. Ik ben dus onderwijsadviseur voor het jonge kind. Mm-hmm. Specifiek dus voor bij kleuters. En ik krijg veel vragen vanuit basisscholen inderdaad. Om mee te kijken naar hoe dat je dus het kleuteronderwijs zo goed mogelijk neer kunt zetten. En zoals ik al zei, dat zijn vaak,
vaak. Het zijn eigenlijk altijd wel trajecten waarbij ik begin met de visie op het jonge kind. Dus dat je met teams gaat kijken, hoe zit het dan met die breinontwikkeling en wat weten we over dat jonge kind, over die kleuter. En wat is dus belangrijk als we dit weten met z'n allen, hoe dat we dit onderwijs in willen gaan richten. Wat willen ze dus aan aanbod geven? En dat zijn dus hele mooie trajecten die ik doe. Wat ik daar ook heel leuk aan vind is om echt mee te kijken in die praktijk. Dus ik ben ook veel aan het co-teachen. Ik ben mee aan het kijken om die speelleeromgeving echt in te richten van wat heeft dat kind dan nodig om in ontwikkeling te komen. Ja. En daarnaast, ik heb laatst op een heel mooi congres bijvoorbeeld mogen spreken. En dat vind ik ook heel tof om te doen. Ja, dat is ook heel tof, denk ik. Ja. En waarom zouden mensen of een school jou inhuren dan? Wat maakt jou uniek? Je selling point, zeg maar. Waarom? Ik denk om allereerst hoop ik mijn kennis over dat jonge kind. Want dat draag ik heel graag over met veel enthousiasme. Echt vanuit een passie. Dus dat vind ik ook altijd heel mooi om over praktijkervaringen te praten met leerkrachten. Ook vanuit mijn ervaring zelf in het onderwijs. Dus niet alleen maar vanuit wetenschappelijke kennis, zeg maar. Vooral ook omdat ik het graag samen wil doen. Dus het is niet van ik kom hier en ik kom jullie vertellen hoe dat je het moet gaan doen. Mm-hmm. Maar wel van hoe gaan we dit samen neerzetten voor dat kind, voor de kinderen. Ja. Ja. Wat een mooie insteek. Dank je. Ja. Want iedere school is natuurlijk ook weer anders. Zit er dan ook verschil in? Want je hebt natuurlijk christelijk, katholiek, openbaar. Zie je dan ook heel veel verschil in visies? Je hebt natuurlijk het reguliere onderwijs. En je hebt, zoals Dalton, waar we het vorige keer over hadden. En Montessori, et cetera. Daar zit wel verschil in, hoor. In visie, zeker weten. Ja. Ja. Pas jij dan aan qua training op de visie van de school, zeg maar? Ja, of is het juist je eigen visie die je wil? Doorduwen. Accepteren, zo wil ik het hebben. Nee, ik zeg altijd, het moet vanuit de visie van de school komen. Ja. Maar ik voeg daar het sausje wat we weten vanuit de wetenschap en het jonge kind aan toe. Dus soms zal ik echt wel aangeven van kijk hier en hier heel goed naar hoe dat jullie dat neer willen zetten. Want dit is wel heel belangrijk voor dat jonge kind. Dus zo ga ik te werk. Ja. Ja. En je hebt zelf ook een dochter. Ja, je hebt een dochter van 3. Bijna 3 inderdaad, ja. Ben je dan ook zo pedagogisch bezig of is het heel anders? Ja, ze heeft het heel zwaar met mensen. mijn vriendinnen van mij die grappen wel eens over de speelleeromgeving die ik thuis heb gecreëerd inderdaad. Maar hoe zag dat bij jou eruit, Mar? Toen Naima 3 was, of 3, 4, hoe zag de speelomgeving eruit? Heel veel speelgoed. Nu nog steeds heel veel speelgoed. Zoals verwend was ze, toch? Dat heb jij wel eens gezegd, toch? We verwennen wel heel veel, ja. En wat voor speelgoed, waar moet ik aan denken? Nerf guns en dergelijke. Ja, dat weet ik echt niet meer. Er zat echt superveel. Een kinderwagentje had ze bijvoorbeeld, wat ik me nog kan herinneren. Heel veel van die bouwste dingetjes, dat ze de juiste vormpjes moest inleggen. Toch de iPad. Zijn ook volgens mij, dat is op de 4e zijn we al naar games gegaan volgens mij, maar daar was er totaal geen interesse in. Want dat vond ik wel grappig. Ja, en heel veel van die prinses dingetjes. Ze was heel erg bezig met de uiterlijk en met de uiterlijke vertoning en hoe zij de wereld dan ervaart en de eigen wereldjes creëren. Dat deed ze wel heel erg. Dus ze had eigenlijk helemaal geen interesse in het gamen, maar wel in kasteeltjes, poppetjes, Barbies. Noem het maar op, gewoon echt de meisjesdingen. En nu speelt ze dan wel heel veel in de vrije tijd op Roblox. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja, zeker. Dat is dan die eigen wereld creëren. Dat is dan weer dus, ik kan mijn eigen wereld creëren en daar mijn eigen regels bepalen. Dus daar is ze heel erg mee bezig. Ja. Dus veel poppen,
poppenhuizen. Ja, dan moet ik eigenlijk bij aansluiten dat ik naar Loisa kijk, zeg maar. Die is dan nu ook 5. Dat is, die kan wel heerlijk zelfstandig spelen. Ja. Mm-hmm. Mijn zoon kan dat bijvoorbeeld niet. Die kan niet zo goed zelfstandig spelen. Nee. Die wil dan vaak samen spelen. Speelt zij met de Barbies en hij met de dinosaurussen, zeg maar. Ja. En heerlijk op dezelfde. Ik heb zo ooit zo'n groot Barbiehuis een keertje ooit in elkaar gezet. Niet te adviseren, ben ik 3 uur mee bezig geweest. Maar dat even te zijn. En ook in dat de poppen, je hebt LOL geloof ik ook van die poppetjes dergelijke. En dan zij is ook niet zo van de games op de tablet. Maar dan bijvoorbeeld de Talking Tom, die kat zeg maar, vindt ze dan heel, heel leuk. En dan prinsesjes natekenen en aankleden. En precies hetzelfde ook met de uiterlijk. Dan, ze heeft van die kindermake-up een keertje gekregen. Ja, en dan heeft ze zo'n gezicht van die spiegel staat. Ze dan probeert ze de lipstift te doen, maar dan smeert ze een soort van in de oog. Ja, zeg maar, dan, ja, maar dat is wel... En ze leest niet veel. Zelfstandig, ik hoop dat het heel lang gaat blijven. Ja, dat is mooi. Ja, zulke dingen. Leesdagen. Ja, en dansen natuurlijk. Hè. Ja. Dansen, dat heb voor haar zelf opnemen. En, ja, gewoon nogmaals heel erg bezig met hoe ze eruit ziet en hoe ze overkomt. Gewoon dus, echt een meisje. Dus ja, nou, precies hetzelfde. Dus onze dochters, ondanks het leeftijdsverschil, zijn wel een beetje hetzelfde. En hoe ziet jouw... toch tussen speelomgeving dan uit. Alleen maar houten blokjes en puzzels. Nee, ik vind het leuk om terug te horen. Want wat je terug hoort is het rollenspel. Ja. Ja. En dat is voor jonge kinderen is dat een heel belangrijk spel. Want daarmee imiteren ze wat ze kennen. Ja, precies. En gaan ze dat dus eigen maken. Dat klopt. Ja. Ja. Zo, soms hoor ik, ja papa. Ik zeg, wat is er? Nee, ik ben aan het spelen. Ja, precies. Heel confronterend soms ook, hè? Ja. Je moet de gevangenis in, hè? De gevangenis in. Ja, super lief als ik haar hoor spelen, ja. Ja, leuk is dat, ja. Maar, en hoe zit het dan met, wat is jouw mening naar schermtijd, iPads en dergelijke? In het begin hebben we het natuurlijk al eventjes over gehad, dat scholen dat wel steeds vaker inzetten ook. Ja. De maatschappij gaat er voor mij denk ik ook wel naartoe. Ja. Is er al. Ja, dat denk ik ook wel. Natuurlijk, het is er al, maar we hebben gelukkig ook nog gewoon boeken. Schoolboeken, zeg maar. Dat hebben we nog steeds. Ik heb laatst een artikel gelezen. Sorry dat ik je onderbreek. Ik ben gewend. Ik had laatst een artikel gelezen en die schrijver zei dat we het echt krampachtig daarover doen. En ik ben het er soms echt gedeeltelijk mee eens. Dit is de ontwikkeling, man. En dit gaan die kids laten doen. We gaan het niet tegenhouden. Vooral dat zij worden de nieuwe generatie. En zij ervaren dit als normaal. En dit gaat het gewoon worden. Dus in plaats van dat wij de negativiteit en de gevaren erin zien, is het beter dat we de kinderen hierin juist opvoeden. Want het gaat niet stoppen. Nee, maar snap je? Dat wilde ik helemaal niet zeggen, joh. Nee, maar ik wil het wel gewoon gezegd hebben. Ja, want ik hoor ook onze collega's. Ja. Ja, die flippen hem uit. Ja. Toch? Ja, hier een verbod op verbod op verbod op verbod. Ja. Ja, en dan ondertussen na schooltijd. Ja, we hebben een verbod binnen school, maar na schooltijd. Hup, die telefoon komt weer tevoorschijn. Ja, en ze doen gewoon hun eigen ding. Ja. Dus het is gewoon een tijdelijke. Zo'n soort van een tijdelijke. Een quick fix met drugs bijvoorbeeld en junkfood, is dit gewoon een tijdelijke stop. Ja. En na schooltijd gaan ze gewoon weer door in hun eigen ding en niemand die hen daadwerkelijk wegwijs maakt. Ja, het is natuurlijk ook de toekomst. En we hebben natuurlijk op onze school momenteel een telefoonverbod ingevoerd, zeg maar. Ja. Nou, daar kan je het ook mee eens of niet mee eens zijn. Het is wel de toekomst, de telefoon, zeg maar. Dus daar kan je een discussie over voeren. Dat gaan we nu niet doen. Nou, ik vind het wel mooi wat jij zegt. Want ik denk dat daar echt een stukje daarin opgevoed worden. Met de positieve kant, want die heeft het zeker. Ja, zeker. Maar ook de risico's natuurlijk. Ja. Want het is super verslavingsgevoelig. Ja. En ik zou voor, als je het over jonge kinderen hebt. Je kunt het niet meer wegdenken. En er zijn ook heel veel... hartstikke educatieve filmpjes natuurlijk om te kijken, maar dan kom ik weer even terug op wat ik verteld heb, dat de basis zit hem echt in het ervaren. Ja. En niet te snel of niet te lang en niet te veel op die schermen nog zitten. Nou ja, eens, maar ik denk dat het vele ouders met mij ook wel eens zoiets hebben van zo, hou even je mond dicht, pak even je iPad. Ja, dat is makkelijk. Toch? Neem het! Ja. Toch? Ja, echt, dat heb ik ook heel vaak inderdaad. Alleen wat we dan, dat vind ik lastig, als ik dan mensen zie, die gaan uit eten met de kinderen en die kinderen zitten al met een schermpje voor hun neus. Ja, ja, dat is dan niet mijn, heeft dat niet mijn voorkeur. Maar dat wel guilty, zeg maar. Ja. Maar het is ook een wisselwerking, hè? Want
kinderen kunnen ook veel moeilijker zelf spelen. Ja. Omdat zo'n schermpje, dat is continu entertainment. Al die prikkels die je krijgt, is continu entertainment wat je krijgt. Dus ja, dan word je in een kracht van puzzel gezet in de kleuterklas. Ja. Wat de fuck moet ik hiermee doen? Ja, precies dat. Ja. Wie gaat mij entertainen? Ja, dat. Ja, het is echt een lastig ding. Ja. Door dat artikel heb ik echt geconcludeerd van, ik ga hier niet meer zoveel... We kunnen het niet wegdenken. Nee, we kunnen het niet meer wegdenken en we kunnen het veroordelen en beoordelen. Maar inderdaad, het is wat het is en ik denk dat onze ouders ook naar ons keken van, gaat het deze kant op? Oh mijn god, dit moeten we tegenhouden. Maar voor ons was dat normaal en we zijn ermee leren omgaan. Vraag me niet wat het dan is. Nee. Maar ik denk echt dat onze ouders ook naar ons kijken. Ik weet nou, toen ik een jaartje of 12 was, denk ik, toen kwamen net de computers, zeg maar, de grotere computers met internet. Sorry, kwam internet eigenlijk een beetje... Voelden jullie ook zo oud? We zijn begonnen met van die hele grote floppies natuurlijk. Ja. En toen kwamen de kleinere floppies. En toen kreeg je dus ook MSN. Dat kennen jullie denk ik nog wel, toch? Ja. Dat je kon chatten, zeg maar, met je vrienden en dergelijke. Nou, dat was natuurlijk ook super verslaafd. Of kijken of iemand online was en dergelijke. Ja. Je kon iedereen toevoegen. Maar dan moest je nog inbellen. Ja, zo. Was de telefoonlijn was dus bezet. Ja, precies. Kon niemand telefoneren. Kon niemand bellen. Ja, die TMF-chatbox inderdaad. Maar ik denk nu ineens aan aan televisie kijken bijvoorbeeld. Een stom voorbeeld. Ik weet niet of ik het helemaal correct zeg hoor. Maar dat was ook een probleem toch in het begin. Toen de televisies opkwamen. En toen kwamen ze ook ermee van dat is schadelijk voor je hersenen. En toen maakten de meesters, juffrouw's en meesters ook nog. Je moet niet te veel televisie kijken. Want dan krijg je vierkante ogen. Dus, ja, weet je... De platste televisie ever. Precies dat. Het blijft maar gewoon doorgaan. Snap je? Het ontwikkelt zich gewoon door. En ik denk dat het beter is om die kinderen daarin gewoon meer op te voeden. Ik weet nog wel, toen ik klein was, toen hadden wij dus een zwart-wit televisie. En hadden geen afstandsbediening. Ik moest er gewoon naartoe lopen om dus van zender te veranderen. Zeg maar. Kan je het voorstellen? Ik probeerde het als aan de kids uit te leggen. Maar ja, papa en mama hadden dat vroeger niet, zeg maar. Toen moesten ze naar de televisie toe. Ja, die hebben natuurlijk geen flauw idee en dergelijke. Nee. Het is altijd een huistelefoon of zo. Ja. Dat is vroeger natuurlijk super normaal. Ja, en nu, wie heeft er nu nog een huistelefoon? Ja, ja dingen die Ivana zei, van ik had nog een oldschool huistelefoon in de aflevering. Mm-hmm. En toen dacht ik nog dat ze zou zeggen met zo'n draaiknop. Maar toen had ze het over een mobiele telefoon. Ja. Van, ja, dat is geen oldschool huistelefoon. Nee, ja. Wij moesten gewoon doordraaien tot een klik en het weer terug laten draaien. Precies. Heerlijk. Hey, we gaan langzaam maar zeker richting het einde. Maar ik heb nog een leuke vraag voor jou. Je bent natuurlijk lekker met je bedrijf bezig, je bent met die kleuter bezig. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Waar wil je dan zijn? Het zijn eigenlijk 2 vragen eigenlijk. Waar zie ik mezelf over 10 jaar? Ja, ik hoop dat ik dan zoveel mogelijk kleuterleerkrachten heb weten te inspireren. Maar hoe dat eruit ziet, durf ik niet te zeggen. Nee? Nee. Kan je een inschatting maken of een gokje wagen? Dat we dan over 10 jaar er nog zijn, dat we dan denken, oh ja. Zo zag het eruit. Zo zag het eruit. Nou, als ik echt denk aan hoe zou ik mijn eigen leven dan in willen richten, dan zou ik het heel mooi vinden om een deel van het jaar lekker te reizen en een deel van het jaar nog steeds hiermee bezig te zijn. Ja, dus je bedrijf groter maken dan? Want ik heb geen eigen bedrijf, maar ik werk voor, ik weet niet of ik hier reclame mag maken. Tuurlijk, onbeperkt. Ik werk voor Edux en dat is een onderwijsadviesbureau. Oké. Okay. Dus ik werk met een heel mooi groot team om me heen. Oh. Ja. Leuk. En dan reizen met of zonder kids dan? Ja, met. Met de? Ja, ja. Ik ga over een paar weken gaan we ook op reis. Oh ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ja. Jullie gingen een paar maandjes toch ervan tussen? Ja. We gaan inderdaad 3 maanden gaan we op pad. Ja. Dus dat lijkt me heerlijk. Dat zal hopelijk heerlijk zijn. Dat is heerlijk, ja. Ja. Dus waar ga jij ook weer heen? We willen richting het Balkangebied gaan. Daar zijn we allebei nog niet geweest.
En het leek ons heel mooi. We zijn een busje aan het verbouwen. Super. Nou, dat is wel een groter project dan je van tevoren bedenkt. Maar dat is toch helemaal hip, busjes verbouwen? Ja, zeker. Dat zie je, al die mensen die dan die busjes leeghalen en die wanden eraf en alles isoleren met peurschuim en die platen en noem maar op. En dan roep er tegenaan. Ja, dan denk je, dat doe je even. Nee, dat valt tegen. Dus het is alsof je een klein huis aan het verbouwen bent, inderdaad. Ja. En dan jullie gaan dan ook slapen in het busje, zeg maar? Ja. Dan, ja. Met een keuken? Met een keuken, inderdaad, hefdak met slaapruimte, alles erop en eraan. Ja. Heel zeker. Vet. Ja. Ja. En vanwaar deze beslissing? Dat kwam eigenlijk door het programma Over Mijn Lijk. Ja, dat ken ik zeker. Ja, ik vind dat heel confronterend. Heel indrukwekkend, inderdaad. Ja, ja. En toen had ik het met mijn partner. Daarna hadden we het erover. Ja, wat willen wij dan eigenlijk? Want je kunt zo in die red race gaan, zeg maar, van het leven en werken en et cetera. En we hebben allebei wel drukke en leuke banen. Maar wat willen we nou echt en met ons gezin? En ja, zo is dat ontstaan. Ja, ja, ja. Tof. Ja, zeker. Heel tof. Is dat niks voor jou, mooi en bussie? Nee. Meteen ook, hè? Nee. Mooi is meer van de luxe, hè? Ja, ik ben echt meer van de luxe. Ja. 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 Dat is echt heel erg. Ja. Ja. Ik heb het niet erg te zijn, toch? Nou, ik weet niet. Ik vind het niet erg, maar ik denk wel dat doe aan reacties van sommige mensen dat ze het soms oppervlakkig vinden. Maar ja, ik heb er geen probleem mee eigenlijk. Nee, is toch prima? Ja. Nee, ja. Wat maakt het oppervlakkig? Ja, ik weet het ook niet. Iedereen heeft zo'n mening. Ja, ik ga voor het eerst deze komende zomer naar Mallorca met de kinderen vliegen. Dat hebben we al eerder gedaan, maar nu afgelopen jaar was het in Frankrijk en in België. Nou, ja. Vooral de laatste vakantie, de zomer, was heel verdrietig. Het is alleen maar regen. En regen. Ik ben gewoon echt letterlijk weggeregend. We zouden er 2 weken blijven, zijn er een week geweest. En die week daarna zou ook alleen maar regen zijn. We zijn gewoon naar huis gegaan. Oh, dat is wel dramatisch. Zit je te lachen, man? Ja, omdat ik het weet nog van die zomer. We hebben heel weinig app met elkaar, want je was echt stinkstokrijd. Ja, dat weet je echt. Ja, want dan ga je constant in die auto in en dan ga je dingen doen. Dan ga je dingen maar zoeken. Ja, er viel niet zoveel te zoeken. Dus dat was een beetje jammer. Dus nu gaan we lekker naar Mallorca en de meivakantie dan... gaan we lekker, dat is al bijna natuurlijk. Dan gaan we naar Euro Disney voor een aantal dagen. Ah, voor het eerst in mijn leven. Voor het eerst in mijn leven. Ja, nog nooit naar Disney geweest. Dat wordt een blast, jongen. Dat is echt super tof. Ja. Dat is echt super tof. Michelle die vindt het ook helemaal fantastisch. En wilde wachten tot de kinderen iets ouder zouden zijn. Ja. Dat ze het iets bewuster zouden meekrijgen. Ja, en ze zegt ook van, je moet echt een paar dagen gaan. Dus we gaan nu voor mij 4 of 5 dagen. En zitten in het Cars Hotel dan. Dat is echt dan weer helemaal fantastisch. Dat ben je wel kapot hoor. Ja, zeker. Doe je financieel of? Allebei. Ja. Dus, ik blijf altijd max 3 dagen. 3, 4 dagen en dan is het echt, dan ben ik echt match hoor. Ja, nou ja, ga je met de trein of auto? Met de auto. Oeh. Ja. Nee, maar dat vind ik wel oké, joh. Ja. Lekker, want ik wil ook naar Parijs. Ik vind het zelf leuk om even naar Parijs nog even te gaan. Even naar de Eiffeltoren, dat soort dingetjes. En, dat vind ik wel gaaf om nog even, als het erbij zo ligt, naar het Louvre gaan. Maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar dat vind ik wel... Het is echt leuk hoor, het is echt een ervaring. Ik ben dit jaar... Jij bent geweest natuurlijk. Ja, ik ben nu... Ze is nu 3 keer geweest. Dit jaar zijn we niet geweest en ik had wel een beetje spijt van... Kijk, dan loop ik hier in Efteling ook leuk. Maar ik kon nu ook in Euro Disney zitten. Maar ging jij met de trein dan? Eerste keer met de trein, andere keer met de auto. Met de auto. Ja, het schijnt... 4,5 uur rijden zijn of zo, als je een beetje door kan rijden. Als je doortrapt, 4,5 uur. Ja. Nou ja, precies. Dus dat vind ik wel acceptabel. En wel je rust pakken, want ik heb de 2e keer ben ik meteen na werk gegaan. Nee, dat gaat niet. Dus om 2:30 ben ik richting Parijs gegaan en toen kreeg ik een soort van inzinking. En net voorbij de Franse grens, dan heb ik in plaats van 4, 5 uur heb ik er 7 tot 8 uur over gedaan, omdat ik gewoon echt niet meer kon. Nee. Gewoon echt gewoon kapot van de werkdag. Dus, maar je hebt toch ook zo'n luxe auto dat je na 2,5 uur pling, zo'n dingetje krijgt van, u moet even rust nemen. Met een koffielogertje, niet? Met een koffielogertje, ja. Nee, helemaal niet. Serieus, als ik langer dan 2,5 uur achter elkaar rijd, dan krijg je zo'n melding van, u moet even rust nemen. Ja. Wat voor auto heb jij? Ja, gewoon een Citroën C3, dus helemaal niet zo bijzonder. Nee, maar, ik niet. Nee? Nou. Wij mogen gewoon door, hè? Ja, wij mogen door. Jullie boeit het niet, zeg maar. Hey, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Nicole, wat vond je ervan? Ja, leuk. Ja? Leuke ervaring, lekker ontspannen.
hebben we veel verschillende onderwerpen even aangehaald. Ja, dus, precies. Ja. Ik denk dat het waardevol is voor onder andere basisscholen die luisteren. Denk ik, je hebt reclame gemaakt, dus ze kunnen je sowieso opzoeken. Ik vond het heel tof. Ik vond het ook leuk om een keer hier over te hebben, toch Marv? Zeker, ja. Ik wist niet wat ik van moest verwachten, maar het is echt super tof. Ja, het is gewoon een andere... Ja, maar we hebben het over straatcultuur en over muziek en over schoenen en over met de politie en mindset en noem maar op, veerkracht. En dit is weer even een andere zijweg, maar het hoort er wel natuurlijk allemaal bij. Dus dat vind ik wel heel tof. Dus dankjewel voor jouw komst. Nou, jullie bedankt. Echt heel tof. Dus over 10 jaar kom je weer. Dan kijken we Of het allemaal klopt. Of het allemaal klopt. Want er, en als ik het goed heb begrepen, Marv, ging jij de aflevering afsluiten? Ja, okay. En ik wil het nu, omdat het een soort van, je neemt de regie over je laatste woord, wilde ik het aan jou geven. Aan mij geven? Nou, dat kan niet. Ja, dat kan wel. No pest. Dat kan wel. Helemaal niet. Dat kan wel, dus je kan onze microfoons uitdoen en het laatste woord nemen. Dankjewel, luisteraars. Dan moeten we stemmen. Nicole, wat vind jij? Ik hoop nog steeds op een rap, maar ik weet niet wat dat gaat gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Marie Morf, die is even geparkeerd. Dus luisteraars, hartstikke bedankt. Tot de volgende keer. En we doen onze microfoontjes nu uit. Nicole, bedankt voor deze dag. Bedankt dat je hier was. En weet nu meer van kleuters. En Ben, you can take it off. Dag. Maar ik doe ook gewoon echt, gewoon jullie microfoons dicht. Hè. Dat snap je natuurlijk wel. Maar sluit ik zo af zoals jij afsluit? Ik hoop het niet hoor, want dat was echt snelle jelle dit. Hey, lieve luisteraars. Ik wil jullie wederom bedanken dat jullie weer luisteren natuurlijk. Laat vooral weten wat je hiervan vond. We zijn op zoek naar feedback. We zijn op zoek naar gasten. Heb je nou een connectie met onderwijs? Heb jij een leuk verhaal? Voel je je aangesproken? Of je denk je van, nou, ik kan wel iets toevoegen aan deze fantastische podcast. Laat het vooral even weten. Mail ons op klasse.podcast@gmail.com. Check onze socials, klasse.podcast. Wederom, tot slot, bedankt. Ik heb genoten, ik ben weer een stuk wijzer geworden. En...